Staatsoliemaatschappij Suriname begint binnenkort met seismisch onderzoek en exploratieboringen in het noordelijk deel van het district Koroni. Als onderdeel van dit project zal onderzoek worden gedaan naar eventuele milieu- en sociale effecten op het gebied. Afgelopen week hield het bedrijf een informatiebijeenkomst met alle belanghebbenden. Volgens Manolito Indiaan, projectmanager Staatsolie Koroni, zijn de bewoners ingenomen met de projecten waarmee een steentje bijgedragen zal worden aan de ontwikkeling van het district. Koroni zal lachen, natuurlijk als de resultaten gunstig zijn. U weet, we hebben 3 boringen op het programma en ook natuurlijk het seismische programma. En als de boringen gunstig zijn, dan zullen we verder gaan en dan gaan de gemeenschap ook daarvan genieten. We zijn nu bezig met, men noemt het de preliminaire fase, dat wil zeggen we zijn bezig met wat voorbereidingen. De Asia-studie die is aan de gang en daarna zullen we starten, ik denk in 2024, met de echt daadwerkelijke activiteiten. Districtscommissaris Michael Winter van Koroni hoopt dat het door de komst van Staatsolie beter zal gaan met het district. Ricardo Soekelaal, Upstream HSEQ manager van Staatsolie, zegt dat de informatiebijeenkomst een goed beeld heeft gegeven waar de bewoners van het district staan als het op deze projecten aankomt. Het belangrijkste is dat zij willen meewerken. Ik moet het niet van mensen horen. En ik zie dat de opkomst redelijk goed was. Bijna alle stakeholders, ja, de politie, de brandweer, de IDL-leden, de RL-leden. Dus eigenlijk was het top. De informatie naar de mensen toe was heel ver duidelijk. En wat ik zo, ook zo prima vond, dat de mensen gelijk konden zeg maar brainstormen met de mensen van Staatsolie. Ze konden gelijk praten, hun meningen geven, hun vragen stellen. En daarop hebben ze gelijk antwoord gekregen. Het doet me goed. Het is voor ons heel belangrijk als koloniaal, als commissariaat, om de mensen zeg maar prima te ontvangen. Maar het belangrijkste is, als u heeft geluisterd naar de mensen van Staatsolie, dat ze het commissariaat nodig hebben, want we gaan straks de mensen moeten achterhalen van wie de percelen zijn. En daarin kan het commissariaat heel belangrijk en heel positief zijn. Integendeel, men is heel erg enthousiast, dus dat stemt ons ook heel goed. Nogmaals, het was een heel erg constructieve meeting en we zijn in elk geval heel erg blij met de opkomst. Ook van alle vertegenwoordigers hier van het district. En ja, dat is natuurlijk een heel goed begin. Soekelaal is tevreden over de eerste bijeenkomst van Staatsolie met de bewoners van Koroni. Voor hem is belangrijk dat de mensen zijn geïnformeerd en willen meewerken aan deze projecten.